Het is een totaal unieke concours, enige ter wereld, maar ook uniek in het feit dat wij 24 verschillende ensembles uit 12 landen hier brengen om de brede diversiteit van Joodse muziek te laten horen. Hello, we are Klezmer from Poland. We play Klezmer music. Yeah, it's obvious at such festival. Traditional klezmer music is beautiful, but it's not enough for us. We wanted to do something more. That's why we mix klezmer music with other styles. And that's how we play. We hebben een ongekende kwaliteit. Ik denk de jury ook kijkt in de ogen uit. Waarom hebben we nooit van deze ensembles eerder gehoord? Want ze zijn allemaal wereldbekend in eigen land. Ik ben Eva Tebbe van Duobilities. Het is volgens mij het enige Nederlandse ensemble. Wij zijn een van de 6 finalisten. Ik geloof dat er 24 ensembles meededen van over de hele wereld. Het voelt ook niet als een concours. Het voelt meer als een feest voor die Joodse muziek. We perform a lot together in Israel and abroad. And we're very excited to be here. We're very happy to hear the different influences and to hear the... We're very curious about all these groups who have come here. We hebben de afgelopen 2 dagen, gisteren en eergisteren, elke dag eerst 12 groepen gehoord. Van die 12 hebben er 6 in de semifinales gespeeld. En daar gaan we vanavond naar luisteren. En dan moeten daar een aantal prijzen voor worden toegekend. Welkom bij de finale van het Joods Muziekfestival 2010. Wat is de rechter moeten verliezen? Ik zwart. Ravel beginnen, dat is een gebed. Dat is iets heel, heel subtiels en ingetogen. Want de stukken die we hebben gespeeld, daar staan we ontzettend achter. Daar houden we heel erg van. Dus fijn om dat te kunnen laten horen van dit vinden wij zo fantastisch. Dat is niet belangrijk, denk ik. Wij vinden het al heel fijn in de finale te zijn. Precies, dat we hier staan. Helemaal uitverkocht. En ik heb net 2 mensen
moet teleurstellen, maar misschien na de pauze kunnen we toch twee stoelen vinden. The songs that we are going to sing tonight is a Jewish version of Gypsy music. Deep inside we feel that we are the best. Ik vind het ontzettend leuk. Ik ben alleen vanavond, ik ben nog niet eerder geweest, dus niet gisteren en eergisteren. Maar ik vind het verschrikkelijk leuk. Ja, ik ben benieuwd of er een winnaar tussen zit. Het zou kunnen. Nou, ik vind het een ontzettend mooi festival. Ik vind het een leuk festival. Baba Ganoush! Het is een muziek die een combinatie is van een ongelooflijke vrolijkheid. Waardoor je echt gewoon heel moeilijk op je stoel kan blijven zitten. En er zit vaak ook zoiets van heimwee doorheen. Ja, ik vond het mooi om de Oriëntaalse muziek en de Europese muziek samen te horen vloeien. En tempo. Het is ook heel toegankelijk en tegelijk nostalgisch, mysterieus. Feeling good. Feeling really, really good. It's really looking forward to getting on stage. These guys are the best musicians in the world. Oh, ik weet ook dat sommige mensen zijn niet in staat om alle eigen kansen te maken. En hier maken we kansen voor mensen. En wij doen het op zo'n manier dat de mensen die de kwaliteit echt hebben, dat die een boost krijgen. I think it went pretty well. We enjoyed it. We really had a good time on stage, and we hope we managed to convey this to the people in the audience. Yeah. That was our aim. Come from Israel. We play authentic Hasidic nigunim, which is the most authentic music form that we have as Jews, very ancient music from 200, 300 years ago. And we had a great time in the festival. We had really good performances. We felt really good. And now it's the big one. And a little bit nervous, in a good way though. And thank God, everything is great. We're really, really happy to be here. Great, amazing. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Thank God. Nou, we gaan even in beraad. Ja. Ik ben blij dat ik niet in de jury zit. Het is echt heel, heel moeilijk. For the grand prize,
The formal written criterion says that we are to deliberate and judge the best performance. But the jury established a more humble criterion. For us, the decisive element was, can the music of the winning group change the world? That's all? That's all. Well, that's enough. Okay, and the prize goes to The Heart and This Wellspring.